Jut Vaas. We zijn druk bezig met de voorbereiding voor het Hoogfestival morgen. We hebben fix uitgepakt. Van 12 tot 12 zijn er diverse activiteiten. Zo zijn er een zevental optredens georganiseerd door Acoustic Café. We hebben uiteraard ons eigen terras waarop we lekkere wijnen gaan serveren. Onze collega Cees van Zuilenkom die gaat overheerlijke friet en braadworsten voor u bakken. Daarnaast hebben we een kunstexpositie en een kidsplein waar kinderen kunnen sminken. Er is een sminkkussen en er worden kinderworkshops gegeven. En aan het einde van de avond om een uur of 9:30 wordt er door Filmtheater het Hoogte een filmvoorstelling gegeven. Welkom bij 100% Cees. Deze week gaan we maken voor het Zomerfestival stoofvlees. Op de wijze van Jut Vaas. Hij noemt het zuurvlees uit Limburg, maar wij hebben onze eigen versie erop. Nou, een heel oud recept. We hebben daarvoor nodig: kruidnagel, jeneverbessen, gele wijnazijn. Daar doen we dan in rundvlees, blokjes gesneden van 1 cm bij 1 cm. Ontbijtkoek, in het dorp hier noemen ze dat anders. Stroop, peper en zout. Maar vooral de appelstroop is belangrijk voor een goed merk. We doen in een pan doen we gele wijnazijn. Daar doen we het in de kruidnagelen. Jeneverbessen wel even kneuzen, want dan komt de smaak er vanaf. Laurierbladeren, peper en zout. En Martin zet een recept erbij. Dit vult u dan af met vlees. De hele nacht laat u dat staan. 7-12 uur, we hebben gisteren gedaan. Vanmorgen uit de koelkast gehaald. Het in de zeef gedaan, het vlees afgegoten. En daar pluk je tussenuit dan de ingrediënten. Want het is niet lekker als je zit te eten en je bijt het vlees aan te braden. Dan nemen we natuurlijk echte roomboter. Een flink stuk roomboter. Dat laat u even smelten, dat het lekker ruist. In de tussentijd kijk ik nog voor de zekerheid of er nog even kruidnagel in zitten. Of wel weer wat. Deze best is altijd lekker natuurlijk, want dat geeft smaak af. En zo te zien is het mooi van structuur. De poten die ruist nu, die is mooi gesmolten. Hij mag echt niet bruin worden. Gewoon echt een mooie roomboter. Het vlees doen we daarin en dan zetten we rustig aan. Als het vlees aangezet is, mooi rondom bruin, dan doen we zo meteen in die grote pan. En die grote pan, die vullen we dan af met de gele azijnen, die kruiden die ik gezeefd heb uit het product waar het 12 uur in heeft gestaan. Dat gaat er straks bij om lekker te stoken. Daarna doen we erbij natuurlijk de stroop, de appelstroop, de bruine suiker, de bastardsuiker en de ontbijtkoek. En de ontbijtkoek gaat er eigenlijk pas bij op het laatste half uurtje. 3 uur schudderen, de grote gat, het laatste half uurtje en bijna goed ruimen. Geen koelers gebruiken, want dan krijg je de mooiste brokken. Je houdt een chou. Vlees zet we lekker aan, zoals je ziet. Mooi rondom bruin in de roomboter. En dan zetten we het zo meteen allemaal in deze grote stoofpot. En dan laten we het lekker 3 uur stoken. Het vlees is allemaal aangezet. Het rundvlees. Dat gaat nu in een pan en dat doen we. Vocht erbij, wat u heeft gezien, van wat over is gebleven na 7 van die 12 uur. Mooie rijping in de koelkast. U zult denken, dit is wel weinig steeds, maar geloof me, er komt nog zoveel vocht van het vlees af en zit zoveel vrochte vetten in de pan, dat het meer dan voldoende is. We brengen het langzaam aan de kook, even dat plup, plup, plup zegt, deksel erop. Gewoon even kijken, lekker afwassen en dan gaan we de paddenstoelensaus maken. We hebben morgen paddenstoelensaus, we hebben frietjes met verse mayonaise en truffel. We hebben echt de mooiste frieten die er zijn. Omdat meneer Rijmerink zo graag wil zien wat het eindresultaat is, maak ik vast 1 postje. Wat uien erbij. Ik doe hier natuurlijk een klein stukje van een bekende koek. Zogenaamde Hollandse scheidkoek. Mag ik straks niet zeggen. Dit lost zometeen op het vocht. Dan krijg je een hele mooie dikke saus van.
doe ik hierbij. Rinsen. Een goede appelstroop. Twee blikken voor. Wat paddenstoeltjes erbij. De frieten zitten in de bak. Dan doen we overheen het mooie stoofvlees. Rijkelijk gevuld. En deze eerste bak bied ik aan mijn vriend en collega. Ja. Bang, dank dat ik drie seizoenen hier mag zijn. En ik hoop dat ik het volgende seizoen ook mag volmaken. Ik ga het wel. Dankjewel, vriend. Eet smakelijk en geniet ervan. Ja, ik ga het voor de vlekken. En allemaal van harte uitgenodigd om morgen lekker frieten van Cees te komen.